vanuit Borne naar een leuke bestemming. Een dagje met de trein is een dag met verrassingen. Al is het maar het passeren van de IJssel. Den Bosch, daar is altijd iets te beleven. Den Bosch is een oude stad en speelde al een belangrijke rol in de middeleeuwen. Niet alleen is de hoofdstad, maar vooral ook de zetel van de bisschop van Brabant. De stad bekijken moet je vooral lopend doen. Zo kan je genieten van alles wat je tegenkomt. En de markt. Daar vind je een kraam met een grote variëteit aan paddenstoelen. In Oost-Twente nooit zo gezien. Maar ben je in de bors? Het eerste wat je doet is het nuttigen van een borse bol. Rond de kerst mag je een bezoek aan de kerststal in de Sint-Janskathedraal niet vergeten. Jozef, die komen we niet vaak tegen. Gezien de drukte zijn we niet de enige met het voornemen. Den Bosch herbergt vele musea. Wij kiezen voor het Noord-Brabants Museum. Waarom? Zowel de vaste als de wisselcollectie zijn zeer de moeite waard. Komt-ie. De vroegere jaren zijn te zien met het werk van Jan Sluiters. 76 jaar oud, overleed in 1957. Hij was een tijdgenoot van onder andere Kees van Dongen. Eelco Brands woont en werkt in Breda. Hij maakt computeranimaties en hierbij laat hij zich inspireren door het werk van Jeremias Bosch. Persoonlijk vind ik altijd dat het kind
kinderke Jezus zo naakt wordt afgebeeld. Heel opvallend. Schilders hebben die drie luik van Bosch gekopieerd op verschillende manieren, maar hier en daar wel met een opmerkelijk verschil. Na alle opgedane indrukken, eerst maar iets gaan eten voordat we weer huiswaarts keren. Terug naar huis. We hebben een boeiende dag beleefd, maar ook wel een vermoeiende.